Beleggende vrouwen die zijn nog steeds een stuk zeldzamer dan beleggende mannen. Ja, misschien moeten we dat ons hier toch aantrekken. Ik weet het niet. Maar de drempel is voor ons vrouwen toch blijkbaar hoger om te gaan beleggen. En om op een andere manier te gaan sparen. Dus ook dan het geld op je bank te laten staan en maar te wachten tot die spaarrente stijgt. De Telegraaf die schrijft over een nieuw onderzoek. 4 op de 10 Nederlandse vrouwen zegt dat ze niet genoeg zelfvertrouwen hebben om te beleggen. Tegenover een kwart van de mannen. Vrouwen zijn ook een heel stuk onzekerder over de financiële kennis. 3 op de 10 zegt maar genoeg kennis in huis te hebben. En ja, dat betekent dus dat we op de beurs nog steeds een stuk minder vrouwen zien. Er 2 op de 10 vrouwen belegt. Nou, laten we hier even de proef op de som nemen. Wie belegt er hier aan tafel? Nee, ik niet. Nee? Nee, ik ook niet. En wat is dan de reden? Nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, gewoon, ik niet. Nee, geen, gewoon nog nooit geen interesse gehad. Nee, niet over nagedacht. Dus wellicht na vandaag wel, want er zit hier genoeg vrouwen en kennis aan tafel. Dus wie weet. U? Belegt ja. U? Ja. 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 Ik vind het vooral ook het doet me vooral ook denken aan het hele vraagstuk van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Hè, waar het ook niet goed mee gesteld is. Even uit mijn hoofd, weet niet helemaal zeg, maar volgens mij 60% van de Nederlandse vrouwen niet financieel onafhankelijk. Bizar, als je uit elkaar gaat, dat je niet voor jezelf kunt zorgen. Dat vind ik zo bizar. Ik zeg het maar gewoon zo. Oh ja, en als 4 op de 10 vrouwen niet genoeg zelfvertrouwen heeft om dat te gaan doen, dan zou je denken, dan moet daar misschien moeten ze juist zorgen dat ze dat zelfvertrouwen dus krijgen door kennis ook op te doen. Nou ja, zeker. En daar ligt misschien voor ons vrouwen ook wel een uitdaging om daar elkaar ook een beetje bij te helpen. Ja, en er zijn hele leuke boeken over, speciaal voor vrouwen. Je mag geen reclame maken, maar dat is best wel leuk. Dus je speciale tips hebben over hoe je dit kan aanpakken. Ik heb het toevallig gelezen. We gaan naar het